Ik ben Rick Willemsen. Ik ben Tietje Wolf en wij zijn de auteurs van Het Kompas van de Held. De omslag verbeeldt een jungle en staat eigenlijk voor de jungle van meningen... waar we op dit moment mee te maken hebben in de maatschappij, maar ook in organisaties. En het gaat er vooral over dat mensen heel snel hun mening ook ventileren bij anderen... En we in het boek vooral heel veel aandacht geven, niet alleen aan storytelling met welk verhaal probeer ik de ander te overtuigen, maar vooral ook het stukje story listening. Ben ik ook bereid om naar de ander te luisteren? En in de complexiteit, hoe ga je daar dan mee om? Het kompas van de held is, zoals we in het boek ook omschrijven, je meest authentieke gids van waarden en normen. En daarbij uh, proberen we nergens normatief of moralistisch te zijn, want het zijn echt jouw eigen uh, waarden en normen. En, en daar gaan we naar op zoek. Dus wij onderscheiden publieke waarden, persoonlijke waarden en professionele waarden. En het idee dat als die in lijn zijn met elkaar, is dat een heel sterk kompas om je door die jungle heen te leiden. In het boek dagen we de lezer uit met een, een vijftiental uh, dilemma's die we ze voorleggen met actuele situaties. En de eerste vraag is van wat vertelt dit verhaal jou? Uh, wat raakt je daarin? De tweede vraag is van uh, wat vind je ervan? De derde vraag is: wat ga je dan uiteindelijk doen? En de vierde is van vanuit welke waarde. Dus we vragen mensen om ook even pauze te nemen, te reflecteren op de situatie om vervolgens hun eigen mening en acties eraan te koppelen. Tietje en ik hebben geluk en vrijheid. Denk ik, als gemeenschappelijke waarden. En als die samenkomen, gaat het heel snel ook over kwetsbaarheid en over authenticiteit. En gaat het in ons vak natuurlijk ook over werkgeluk. Dus kunnen mensen ongeacht de, de druk van buiten ook dicht bij zichzelf blijven. En zijn, worden ze daar ook een gelukkiger mens van. Dus dat is wat ons betreft de essentie.